Hoe kun je zoiets willen worden, historicus? Nou, moet ik een heel ingewikkeld antwoord op geven. Graag. Eerst wilde ik allerlei andere dingen worden. Ik heb scheepsarchitect willen worden en de gekste dingen. En op de middelbare school raakte ik in de ban van de, zeg maar, de klassieke archeologie. Opgravingen in het Midden-Oosten. Romantische gedachten, Siram, Smal Ravijn, Zwarte Berg, godengraven en geleerden, dat soort van dingen. En ik wou dus eigenlijk archeoloog worden toen ik een jongetje van een jaar of 13, 14 was. En toen is dat in de loop van de middelbare school als het ware steeds recenter en recenter geworden, verpolitiekt als het ware. En zo ben ik tenslotte gewoon geschiedenis gaan studeren. Maar in plaats van. Verpolitiekt, hoe kan dat? Want dat speelt zich af in de jaren 50, 60. Ja, nee, ik ben niet verpolitiekt in de zin dat ik al een geweldige partijpolitieke belangstelling had of zo. Dat niet. Maar verpolitiekt bedoel ik in de zin van een sterkere interesse in de contemporaine geschiedenis. Dat begrijp ik, maar dat is. Je sluipt als het ware vanaf het Midden-Oosten en Babylon, sluip je als het ware naar het heden toe. Ja, maar ik herinner me die tijd juist. Er zijn ongeveer even oud, als een tijd waarin juist dat denken niet zo vigeerde onder jongeren. Nee, daarom zeg ik ook niet een specifieke partijpolitiek. Nee, maar ook zelfs niet belangstelling in de wereldgeschiedenis. Of was die er wel bij jullie? Wel. Ja, nou, moet je ook niet te verschrikkelijk veel van voorstellen in mijn geval, maar ja, toch wel een idee. Dat misschien die recente geschiedenis wat interessanter zou zijn. Mijn echte keuze natuurlijk voor de contemporaine geschiedenis, die maak je ook pas na je kandidaat. Want tot je kandidaat doe je een soort van basisprogramma waar je van alles wat krijgt. En ik heb zelfs door betrekkelijk toevallige omstandigheden tenslotte niet iets uit de 19e eeuw gedaan, maar iets uit de 20e eeuw. Dat was gewoon omdat ik kwam iemand tegen, van het een kwam het ander. De middelbare school, hoe was die geschiedenisles? Wie waren de. Ik had een fantastische geschiedenisleraar, meneer De Jong, in mijn eerste jaar op school. Die heeft mij enorm geïnspireerd, maar dat was natuurlijk nog op het niveau van kaartjes van het Midden-Oosten inkleuren. Het Midden-Oosten, dan natuurlijk niet het huidige Midden-Oosten, maar van lang, lang geleden. En van de raadselen van de piramides en de vloek van Toetankhamon, dat soort werk. Hè. De romantische sectie, zal ik maar zeggen. Na die meneer De Jong, die is gewoon vertrokken. Ik dacht aan het eind van de eerste klas heb ik brandhoutleraar gehad. Dat is echt verschrikkelijk. Welk leerboek? Totaal oninspirerend. Wij gebruikten Novem. Wat in mijn herinnering niet een uitgesproken slecht boek was. Ik zat daar tijdens de les, als die juffrouw dan voortkeutelde, zat ik daar wel met belangstelling in te lezen. Ja, u zegt steeds verontschuldigend van, ja, het was wel romantisch. Maar au fond is geschiedenis toch een romantisch vak? Hoe dan al, hoe je het ook bekijkt. Het heeft zijn romantische elementen, zonder twijfel. Ik ben ook iemand die als die in Sarajevo is, ga ik dus kijken naar de plek waar het schot gevallen is. Hè? Want er zit een plaatje in de muur. Hier schoot Gavrilo Princip Frans Ferdinand en zijn vrouw dood. En ik ben natuurlijk ook, als je naar het Prinsenhof in Delft gaat, daar zit zo'n gaatje in de muur. Dat is achteraf erin geprikt door ijverige toeristen, daar niet van. Maar op de plek zijn, dat heeft wel iets. Hè? Ja, en ook het vertellen over iets. Ik denk dat überhaupt iets romantisch. De overlevering heeft iets romantisch. Dat hangt erg van de overlevering af, volgens mij. Dat geldt niet voor elke vorm van overlevering. Nee, maar het willen vertellen. Ik heb een gevoel dat daar hoe dan ook een element van romantiek inschuilt. Maar dan ga je er al van uit dat historici per definitie allemaal vertellers zijn. In mensen principe die, wel. Die een verhaal vertellen, die ergens beginnen en die, nou ja, de bekende krommen van het menselijk leed daar op aardige wijze beschrijven. Maar dat is natuurlijk de moderne wetenschapstraditie doet dat helemaal niet. De meeste historici zijn ambachtslieden die prachtige artikelen schrijven waar verder de verteller geen enkele rol van betekenis speelt. Nee, maar de meeste historici kunnen ook totaal niet schrijven. Dus het is ook helemaal niet aan de orde dat ze een mooi verhaal gaan vertellen. Want als ze het zouden willen doen, dan kunnen ze het niet. Maar vindt u dat dan echte historici?
Ja, ik ben daar wat dat betreft ben ik wel van laat duizend bloemen bloeien hoor. Van mij mag alles. Maar zijn dat echt historische? Als maar de verschillende richtingen zich niet beweren dat zij het buskruid hebben uitgevonden en alles zaligmakend zijn. Er moeten vertellende historici zijn. Misschien wat sentimentele historici. Ja, die zich bezighouden met de ironieën en de gevoelens die bij het verleden opkomen. En dan moeten er natuurlijk ook historici zijn die wat ambachtelijker werken. Wat is en dat daar dan? Heb je bomen die natuurlijk daartussen zijn wel allerlei varianten. Ja, maar wat is dan dat, om even op voor uit te lopen, wat is dan dat ambachtelijke? Geef daar eens een voorbeeld van. Zijn dat... Dat je de verzuiling in Assen in het interbellum bestudeert. En dat je nou, daar zitten toch ook gevoelens en van alles aan vast? Laten we zeggen, de standaard dissertatie over de verzuiling in Assen in het interbellum, daar ga jij niet gezellig mee bij de haard zitten, hoor. Nee, maar ik bedoel maar te zeggen dat net zoals alles wat in de krant staat, hè, persoonlijk is alles waar de geschiedenis over gaat persoonlijk. Ik bedoel, het beursbericht voor tal van moderne historici is volgens mij die geschiedenis niet een zaak die hen steeds persoonlijk aangaat. Nee, waarin ze het gaat hen niet persoonlijk aan, maar het gaat altijd over personen, hoe dan ook. Nou, ik zou zeggen, was dat maar altijd het geval. Het gaat niet altijd over personen. Het gaat ook vaak over structuren en langlopende trends en demografische patronen. Maar daar zitten toch mensen aan vast, hoe dan ook? Ten slotte zitten er altijd mensen aan vast, ja. En ik zelf, dat is zo klaar als een klontje natuurlijk, voel wel wat voor het vertellende, het verhalende aspect. Ik zou het ook niet anders kunnen, maar... Als je het anders wil, mag het van mij. Wat, nog even over die andere historici. Dan duidt u kennelijk op bijvoorbeeld theoretische historici. Ja, dat moet ik zeggen. Dat is nou een richting waar ik het nou niet zo vreselijk hoge pet van op heb. Dat iedereen heeft, als die historicus wordt, moet hij eens een keer horen wat zou de methodologische problemen zijn van het onderzoek en zo. Maar dat moet niet overdreven worden. En zoals bijna alle wetenschappen die academisch beoefend worden, heeft ook de geschiedenis de neiging om in overdreven navelstaren te vervallen. He, om eigenlijk zichzelf verreweg het interessantst te vinden. Dan krijg je dus een enorme hoeveelheid historici die altijd bezig zijn om over andere historici te schrijven en wat die al zo beweerd hebben en waarom ze het niet met elkaar eens waren en dat soort van dingen. Dat vind ik... Dat gaat vaak wel wat te ver, ja. Dat is het bekende probleem dat in dat biografisch woordenboek alle historici dus gigantische artikelen hebben en allerlei captains of industrie, vooraanstaande voetballers en de uitvinders van het theezakje, die komen daar dus nauwelijks aan de orde. Hoe heeft u eigenlijk uw richting gekozen in de geschiedenis? Wat ik zei door... U bent gaan studeren in Utrecht? In Utrecht, ja. En nou goed, ik heb dus die basisopleiding dan voltooid. Allemaal vreselijk traag, want je kon natuurlijk toen nog zo lang studeren als je zelf wilde. Dat had ook hele nuttige educatieve effecten die allemaal geëlimineerd zijn nu. Ja, en toen was ik eerst van plan om... Nou, nee, ik was eerst van plan om een scriptie te schrijven over de politionele acties met het idee... Dat het daar ook misschien wel goed fout had gezeten, gegeven het feit dat ik op dat idee kwam, net in de tijd dat het in Vietnam goed fout begon te gaan. En met dat idee ging ik naar een van de oudere medewerkers. Ik zei, god, nou, kan dat nou niet eens uitgezocht worden? Hij zei, ja, nee, dat moet je niet doen. Dat ligt dan wel pijnlijk en die bronnen zijn niet toegankelijk. Daar zou ik niet aan beginnen als ik jou was. Ja, achteraf. Wat raar officieel. Ja, en toen kwam Hutting natuurlijk een paar jaar later. Toen had ik natuurlijk spijt als haar op mijn hoofd dat ik het niet gedaan maar had. Maar waarom denkt u dat die oudere historicus dat niet aandurfde? Ja, die dacht misschien dat het allemaal problematisch. Maar wie had u daarmee geschaad? Nou, hij dacht, het is veel te ingewikkeld voor die jongen. En allerlei mensen willen er niks over vertellen. En er zijn onvoldoende bronnenmateriaal is aanwezig. En, nou ja, maar hij overtuigde mij. Ik dacht, van, nou, dat is niks. Ik was, om even ik iets was ook vooruit te lopen, is wat u eigenlijk aanstipt is niet zozeer een historisch, dat is wel een historisch schuinstrepen journalistiek onderwerp, hè? Ik bedoel, nou wat ja, was er mis die toen met... Nou ja, politionele acties waren toen al 20 jaar her natuurlijk, hè? Nee, maar ik bedoel, dus uiteindelijk, toen het allemaal bekend werd, is dat via de journalistiek
bekend geworden en niet via officiële geschiedschrijvingen. Nee. En wie dus weet, die wie liggen weet, heel dicht soms tegen elkaar aan wanneer het om contemporaine geschiedenis gaat, de journalistiek. Ja, nou, het is duidelijk dat dat is een continuum. Hè? De beste contemporaine journalistiek, die journalistiek die geschreven wordt met een zeker inzicht in het recente verleden, die kan in principe van precies hetzelfde niveau zijn als wat een contemporaine historicus doet. Daar zou ik geen precieze lijn willen en kunnen trekken. Maar je ziet dan dat tot de jaren 60, dit verhaal speelt zich af, neem ik, rond 68, ja. Was het toch nog allemaal vrij dicht, hè? Want je... Ja, daar was eigenlijk weinig over bekend. Nee, maar überhaupt? En dat was natuurlijk, ja, dat was een trauma waarmee niet afgerekend was, om het zo maar te zeggen. En dat is daarna gebeurd, want toen is uw ding met die verhalen gekomen. Allemaal natuurlijk. Maar het feit dat u zich neerlegde bij die oudere medewerker, ja, is op zichzelf al heel gek. Ja, je ziet, ik was verbazend gezagsvertrouwen, kan niet anders zeggen. En toen had ik nog een tweede onderwerp. Ik dacht, ik doe iets over de introductie van de inkomstenbelasting. Dat leek me interessant. Het debat over, is het gerechtvaardigd om mensen door middel van de progressieve inkomstenbelasting van een gedeelte van hun inkomen te beroven ten behoeve van de collectieve zaak? En om een of andere reden, ja, daar was geloof ik net een boek over geschreven, een prijsvraag over uitgeschreven. Anyway, de hoogleraar zei, kun je beter niet doen. En toen kwam ik iemand tegen, een jaargenoot van mij, en die zei, god, heb je gehoord, Von der Dunk is hoogleraar geworden. Ik zei, oh, wat aardig en zo, en wat gaat hij doen? En wat bleek, hij ging, zijn eerste werklezing ging over de Koude Oorlog. Over het begin van de Koude Oorlog. Het debat daarover begon toen net zo'n beetje ook weer onder invloed van Vietnam. Want dat betreft ben ik een echt Vietnam-patiëntje. Begon dat net op gang te komen. Ik had toen dat boek gelezen van die Horowitz, From Yalta to Vietnam. Achteraf besef ik dat het een uiterst zwak monografietje was. Maar toen was ik er diep van onder de indruk. Want het was eigenlijk de eerste keer dat ik een boek had gelezen waarin duidelijk werd gemaakt dat die Amerikanen niet deugden. En ik waarin een officieel standpunt dus werd aangevallen, zou je kunnen zeggen. Een in Nederland gedoogd standpunt. Ja, en het officiële standpunt natuurlijk. Ja. Dat alles wat de Verenigde Staten deden, doen en zullen doen, wel gedaan was, is en zal zijn. En ik was daar diep van onder de indruk, want ik was natuurlijk opgegroeid met een enorm positief Amerika-beeld. En alle denkbaar, of zoals iedereen, ik was 17 in 1960, dat wil zeggen dat ja, mijn formerende ervaring was, Amerika was goed. Ja, en toen kwamen in de loop van de jaren 60 kwamen al die berichten, aangescherpt tenslotte natuurlijk door die waanzinnige geweldsorgie in Zuidoost-Azië. En dat land van allerlei kanten niet deugde. Toen kreeg je natuurlijk de opstanden in de ghetto's en dat bleek een enorm armoedeprobleem te zijn. En ik maakte voor het eerst kennis met een underclass in een industriële samenleving. En ja, zo van het een kwam het ander. Dus dat onderwerp, de Koude Oorlog, tegen de achtergrond van dat boekje wat ik net had gelezen, dacht ik, god, dat is leuk. En toen ben ik bij dat werkcollege gaan zitten. Van het een is het ander gekomen. Toen heb ik een scriptie geschreven over die Koude Oorlogshistoriografie. En ja, ik ben eigenlijk in die richting doorgemarcheerd geleidelijk aan. Amerikanoloog geworden? Ja, hoewel ik dat zelf vind ik dat ik zie mezelf als contemporain historicus. Met als specialisme Amerika? Ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja. Zo maar komt dat eigenlijk, achter, als je het achteraf bekijkt, toch nog steeds zodat... Je zou kunnen zeggen, die césuur van Vietnam? De césuur van de jaren 60, zonder twijfel. Waar in Amerika... De verrassende breuk met een gedachtenpatroon, een ideeënpatroon, wat plotseling dus niet bleek te deugen. En je had het gevoel dat je daar op een of andere manier iets aan doen moest. Belangstelling had je er sowieso voor en dat je erin moest verdiepen. Ik krijg nu alweer in deze tijd dat op een of andere manier Vietnam... niet alleen door journalisten, maar ik denk waarschijnlijk ook op een gegeven moment door historici weer gerechtvaardigd wordt. Ja, dat lijkt me lulkoek. Nee, maar dat ga je weer krijgen natuurlijk. Ja, je hebt in de Reagan-jaren heb je zo wat van die neoconservatieven gehad die dan van die boeken schreven dat ze dat toch met de beste intenties waren en dat die communisten toch vuile schurken waren. Zonder twijfel waren het vuile schurken. De intenties wil ik niet eens betwijfelen aan de Amerikaanse kant. Wat je er ook over zegt, het is natuurlijk een gruwelijke, totale mislukking geworden. Een zaak die volledig uit de hand is gelopen. En die in allerlei opzichten, zij het zeer hevig, het patroon vertoont wat zoveel Amerikaanse buitenlandse politiek vertoond heeft voor zover
dat buiten Europa, die politiek buiten Europa bedreven is, totale onkunde van de lokale situatie. Een soort van hubris van, dat zullen wij wel eens even doen, regelen. Maar naast hubris ook ongelooflijke naïviteit. Ja, maar dat is ook een vorm van hubris. Ja. Dat je dat kunt permitteren. Ja, ja. En dat de stand is natuurlijk ongelooflijk duur te staan gekomen. Maar ja, ik ben in die zin, in intellectuele zin, een product van de jaren 60, zonder enig twijfel. Een slachtoffer van de jaren 60. En zeg je dat ironisch of zegt ze? Nou, een tikkeltje ironisch wel, want er is nu ook weer zo'n vooral in de jaren 80 natuurlijk, de juppencultuur en de heiligverklaring van het bedrijfsleven en het geld verdienen. Ik heb al jaren gedacht, al met al, als ik het afweeg en ik zie alle nadelen van de stemming en de sfeer en de ideeën van de jaren 60, daar heb ik helemaal geen problemen mee. Mijn kinderen kunnen ook niet spellen en dat heeft ook in de onderwijskringen heeft het veel narigheid veroorzaakt. Maar dan nog, als ik voor de keuze sta, kies ik voor het ideeëngoed van de jaren 60. Nog waarom? Elke keer tegen het ideeëngoed van de jaren 80. Of tegen het ideeëngoed van de jaren 50. Ook dat. Maar dat is ook natuurlijk wezenlijker dan dat tegen. Dat was natuurlijk de tegenstelling. Maar ja. Nu is dat hele ideeëngoed van de jaren 60. Vindt u dat die jaren 80 op de jaren 50 lijken? Nee, dat zou ik nou ook weer niet zeggen, omdat natuurlijk ondertussen zich zulke immense veranderingen hebben voltrokken. Maar onder andere als heel onder invloed van de jaren 60, dat je die twee dingen niet met elkaar vergelijken kunt. Nou, maar in mate van regressie, in mate van toch weer dat autoriteiten strenger optorenen. Nee, de autoriteiten van de jaren 50, de kale koppenregering, dat was toch van een totaal andere orde dan het nu is, hè? De autoriteiten zijn onderhevig aan veel meer kritiek, veel meer ironie dan ooit in de jaren 50 te doen gebruikelijk was. Denk aan de Nederlandse kranten. Al de beroemde affaires die onder het tapijt geveegd werden, naar die hoofdredacteuren braaf zaten te knikken als ja, niet over Geert Hofmans mochten schrijven. Ja, maar afgezien daarvan, niet te min, zie je dat in de jaren 80, maar dat is een zijspoor, dat in de jaren 80, ja, die binnenlandse politiek, ja, speelt zich in wezen volstrekt achter een horizon af. Dat onttrekt zich heel aan de waarneming. Politiek wordt niet meer interessant gevonden. Nee, dat is zonder enige twijfel. Ik bedoel, je ziet iets heel engs gebeuren, dat in sfeer doet denken aan de jaren 50. Ja, maar we staan er anders tegenover. We vonden toen die autoriteiten waren autoriteiten en het was niet anders. En nu zijn de autoriteiten die benaderen kritisch en ironisch. We constateren hoogstens, dit interesseert ons geen reet. Ze zijn niet verschrikkelijk interessant. Ze hebben niet ideeën die op enige wijze van betekenis schijnen te zijn. Dat zou je eventueel kunnen zeggen. Er is een soort matheid in politieke zin. Ja. Zonder twijfel. Maar een matheid die je ook in de jaren 50 had. Ja. Wat ik wel zeg, er mocht niet over Geert Hofmans schrijven, maar ze liet het zich ook gebeuren, de journalisten en de historici in de dop. Net zoals u zich van een scriptie liet weerhouden door zo'n man die daar zat en die zei, dat moet je maar niet doen. Ja, dat is waar. Dat zou nu niet meer gebeuren. Dat zou nu niet meer gebeuren. Namelijk aan mijn lulligheid. Misschien zou zo'n moderne student, als je zegt van joh, moet je niet aan het begin, neem maar in bronnen en je loopt je de benen uit lijf en na maanden weet je nog niet waar je aan toe bent. Dan zal hij toch zeggen. Want hij moet toevallig wijze 3 maanden klaar zijn met zijn lullige 120 punt scriptie. Ja, ja, ja. Is die studie eigenlijk achteruit gegaan? Denkt u? U doseert nu zelf in Utrecht? Nou, kijk, het is duidelijk dat die tijdsbeperking die een paar jaar geleden is geïntroduceerd, dat daar geen winst is. En dat is vooral geen winst doordat in de latere fase de boel afgeknepen wordt. Als je zegt, ik ga een leuke scriptie schrijven, ga ik nou eens een jaar of anderhalf jaar insteken, dan hebben ze daar tegenwoordig meestal geen tijd meer voor. Dus wordt het een betrekkelijk kleine scriptie en dat betekent dat het vaak niet zo leuk is als het had kunnen zijn. Of die studie nou zoveel slechter is geworden? Nee. Dat was ook een gangbaar verhaal. Of dat is een gangbaar verhaal, dat alles wordt altijd slechter en de studenten worden dommer en dat soort van dingen. De bekende leraar op de middelbare school, dit is de stomste klas die ik ooit, zei die man elk jaar gewoon. Dat is een soort van ingebakken cultuurpessimisme wat vrijwel alle ouderen eigen is en waar ik niet graag aan mee zou willen doen.
ik denk dat de studie in de jaren 50 in feite niet veel voorstelde. Ik heb wel eens oude doctoraalscripties zitten lezen die daar in een kast lagen. En ik moet zeggen, ik was gefrappeerd door het klunzige niveau van wat daar in de jaren 50 tot stand was gebracht. Ik herinner me nog een of ander stuk over de Rifka-bielen. Pardon? Ja, dat zijn van die lui die daar in Marokko in het gebergte wonen. Rifka? De Rifka-bielen. Pardon, ja, goed. Dat er enigszins iets maar, doet, maar de Rifka-bielen met bijgeplakte kaartjes van een klunzigheid die echt aan de middelbare school deed denken. Wat dat betreft denk ik dat het niveau van die studie in de jaren 60 en 70 bepaald verbeterd is. En het probleem met die studiebeperking, dat is natuurlijk... Ja, aan de ene kant zijn er bepaalde mensen die daardoor verlies lijden, namelijk die mensen die een levendige intellectuele belangstelling hebben en die wellicht wat meer tijd nodig hebben om intellectueel uit te botten. Ik denk dat het voor de modale student eigenlijk wel gunstig is dat die niet eindeloos kan blijven treuzelen en in het café zitten. U kent Amerika goed. Is het nou zo dat wij op het ogenblik Amerika zitten in te halen? Ik bedoel dat wij een soort onderwijssysteem langzamerhand gaan krijgen dat in Amerika er al lang is. Ja. Dus in Amerika kan je zien wat het heeft opgeleverd. Ja, en wat dan, zegt dan u zou dan? Ik zeggen, laten we vooral die richting niet opgaan, maar ik denk dat die marsroute, dat niet meer te stoppen is. Maar wat is er zo slecht in Amerika, bijvoorbeeld aan de Amerikaanse geschiedkundigen? Die zijn hartstikke goed. Die zijn goed, dat ja, ik. Maar wacht even, ik bedoel... Er wordt hier gesproken het onderwijssysteem en dat bestaat uit dan de kleuterschool en de lagere school en de middelbare school en het universitaire systeem enzovoort. Als je toespitst op de historische. En nu heb je in Amerika heb je een aantal absolute topuniversiteiten. Dat zijn er wel een stuk of 20 of zo. Je hoort iemand is hoogleraar in pak en beet, Stanford, Princeton, Harvard of Madison of Yale. Of, nou ja, zo kun je een hele reeks van plaatsen verzinnen, Rochester. Nou, dan weet je wel zeker dat van hele behoorlijke kwaliteit is. Hoewel er helemaal geen speciale reden is om te denken dat ze daar alles beter kunnen dan hier. Wat ook een typische Nederlandse ziekte is. Dat die Amerikanen ontzettend knap zijn. Die Fransen, ontzettend intellectueel volk. En buitengewoon, je kunt er geen behoorlijk boek krijgen op het platteland. Maar dit terzijde. Ja, die top is in Amerika ontzettend goed. Wat eronder zit, shit. Is in het al... Ja. Oké, ja, hoeven we niet verder over door te praten, want dat is in het algemeen het geval. De Amerikaanse middelbare scholen zijn grotendeels een aanfluiting. En dat komt omdat je daar het verschijnsel hebt dat, laten we zeggen, de selectiedrempel, die wordt alsmaar opgeschoven in het onderwijs. Vroeger werd er geselecteerd al op de lagere school in feite. Sommige kindertjes mochten naar het gymnasium, andere kindertjes moesten naar de MMS en weer een andere kindertjes moesten naar de HBS. Nou, de liefste wens van onderwijsdeskundigen is om dat selectiemoment, om dat zo ver mogelijk op te schuiven. Uit hoofden van mooie gedachten over de democratisering van het onderwijs. Dat leidt er in feite toe dat je tenslotte, wij zijn de middenschooladepten, die willen dat pas, ik geloof, na het derde jaar van de middelbare school doen. En dan moet je in die tijd die daaraan vooraf gaat, die eerste drie jaar, doet iedereen hetzelfde. Maar dat is waanzin. Sommige kindertjes die zijn geweldig goed in het figuurzagen, en andere kindertjes zijn ontzettend goed in het lezen van boeken. En die moet je niet min of meer gedwongen laten met elkaar laten existeren in klassen waar ze alsmaar allemaal hetzelfde moeten doen. Daarmee doe je met name, die figuurzagers die zullen dat misschien wel leuk vinden, maar je doet natuurlijk de kinderen die op een relatief jonge leeftijd intellectuele belangstelling vertonen, die doe je daarmee tekort. Dit nu gebeurt in Nederland. Nou, dat is de trend, laten we het zo zeggen. Dat is de marsroute van het onderwijs. En dat lijkt mij een ongelukkige ontwikkeling, gezien wat je in de Verenigde Staten ziet. Ten slotte worden de middelbare scholen namelijk zo slecht... Dat je particuliere universiteiten moet hebben. Ja, die bovendien, dan gaat de universiteit dus selecteren. Ja. Bij ons is het nog steeds zo dat Jan Alleman, die een middelbare school heeft voltooid, die kan gaan studeren. In Amerika moet je dan zo'n soort van landelijke test doen. En naarmate je daar hoge plagen op scoort, kun je naar verschillende universiteiten van verschillende niveaus. Ik prefereer het oude Nederlandse systeem boven het systeem waar we denk ik uiteindelijk naartoe gaan en wat in Amerika al bestaat. Dat het selectiemoment in feite plaatsvindt ergens tegen de tijd dat je 17, 18 of 19 bent. Dus laten we even toespitsen op uw vakgebied, de geschiedenis. Waarom zijn die Amerikanen zo goed in geschiedenis? Op die goede universiteiten dan weliswaar, maar toch? Dat heeft natuurlijk voornamelijk te maken met de competitieve structuur.
Denkt u? Ja, ten eerste zijn er natuurlijk massa's historici in de Verenigde Staten. Ik geloof dat er 30.000 beroepsmatig bezig zijn de historici in de Verenigde Staten zijn. Hè. Dat wil zeggen dat als je zo'n brede basis hebt, dan heb je relatief ook een behoorlijke top. En je hebt een soort biografische cultuur, hè? Dat is me opgevallen. Ik bedoel, dat is er toch. Je bent altijd bezig natuurlijk om in Amerika naar de top te kijken. Hè? Ja. Je zegt, oh, wat zijn die lui goed, die journalisten, wat zijn die ook allemaal hartstikke goed. Ja, we kijken dan naar de Washington Post en de New York Times. Hè? Ja, goed, als je ziet wat er aan biografieën verschijnt, is toch de ene goede biografie naar de andere. Ja, er zijn dat spijt me wel. Ja, je wordt er toch ontzettend jaloers van als je het ziet. Nou, hetzelfde kun je voor Engeland zeggen. Ja, maar goed. Wat dat betreft is misschien dan die cultuur in sommige opzichten anders. Waarom brengt onze cultuur, die toch behoorlijk historici heeft voortgebracht, zo weinig biografen voort? Ja, het is waar, en daar wordt ook veel over geklaagd, dat er in Nederland geen uitgesproken biografische traditie is. Hoe komt het dat, denkt u? Ik heb de indruk dat dat geleidelijk ook wel gaat veranderen. Ik heb geen flauw idee hoe dat zou kunnen komen. Je zou kunnen zeggen, nou heel raar, u zei in een soort bijzin, nou wij horen toevallig dat Von der Dunk hoogleraar werd. Nederland heeft toch een aantal tophistorici voortgebracht, die biografieën schreven, leuke boeken schreven, Geil, Presser, Huizinga. Presser heeft een biografie geschreven van Napoleon. Napoleon, ja. Zelf een heel raar boek. Maar toch. Had ik niet direct als een topbiografie, hoe vermakelijk ook, als een topbiografie zou willen beschouwen. En van die andere lui hebben die zulke geweldige biografieën geschreven. Mooie boeken wel. Ja, maar geen biografie dus. Het lijkt wel alsof de gemiddelde historicus in Nederland niet meer zo geneigd is om überhaupt iets te publiceren dat voor de geïnteresseerde leek ook nog interessant is. Begrijpt u dat? Ja, die trend is er natuurlijk een beetje. En die hangt samen met de professionalisering van het vak. Hè? De academische stukken, die leraren hebben überhaupt nergens tijd voor. En bovendien zijn ze allemaal tegen de tijd 40 zijn totaal overspannen. Dus daar moet je niet meer te veel van verwachten misschien. En degene die natuurlijk in het academisch bedrijf werkzaam zijn, die schrijven in feite voor andere mensen die bezig zijn in het academisch bedrijf. He, die vormen in toenemende mate een gesloten, sterk geprofessionaliseerde cultuur. Gesteld nou dat je zegt, hé, je bent 19e eeuw specialist, even, ja, al die artikelen en ik ben nou wel naar voldoende internationale congressen geweest. Ik ga gewoon eens een monografie de hele 19e eeuw schrijven. He, je schrijft zo'n boek. Dan is maar de vraag of je dat je academische reputatie veel goed zou doen. Hè? Want al die specialisten die rollen over je heen en zeggen, ja, hij heeft dit niet behandeld en hij heeft dat niet behandeld en hij heeft zus niet gezien en hij heeft zo niet gezien. Omdat natuurlijk iedereen die een wat grotere greep doet, ook tegelijkertijd heel kwetsbaar is. De synthese is altijd kwetsbaar. Al moet gezegd worden dat Kosman een alleraardig boek heeft geschreven over Nederland in de 19e en in de 20e eeuw. Zij het een beetje merkwaardig gecombineerd met België, maar dat lag aan, naar ik begrepen heb, aan de oorspronkelijke wens van de Engelse uitgever. Die loopkrantjes ja. Die moesten gezamenlijk behandeld worden. Waarom? Maar dat zegt toch niet waarom er zo weinig wordt gepubliceerd? Waarom ze niet durven? Ik vind dat ook een tekort. Zonder enige twijfel, dat is een tekort, ja. En ja, of dat nu, zoals gezegd, dat hangt ten dele samen met die cultuur van die professionals. He, je schrijft solide artikelen, je schrijft eerst een dissertatie die zo solide is. Is het vak veranderd in de loop van, laat ik zeggen, de 20 jaar dat u er doende in bent? Nou, die professionalisering is al in de jaren 60 ingezet natuurlijk. Maar wat is nou precies professionalisering in deze? Professionalisering is dat je carrière bouwt op een zo solide mogelijk, van zoveel mogelijk voetnoten voorzien proefschrift en vervolgens dus het ene solide artikel na het andere publiceert over relatief kleine onderwerpen. En de generatie van de historici, laten we zeggen, voor 1960, en dan spreek je over de grote namen, die werkte in een nog niet sterk geprofessionaliseerde cultuur. Er waren er ook niet zoveel en ze stonden veel meer in de algemene cultuur.
dan moet je natuurlijk ook daar weer oppassen met generalisaties, want er zijn massa's Nederlandse historici natuurlijk die ook nu nog in de algemene cultuur zijn. Maar gezien het feit dat er zoveel zijn, dat natuurlijk dat academisch bedrijf zich enorm sterk heeft uitgebreid in de jaren 60 en 70, ja, vind ik dat de Nederlandse historici en zeker de gerenommeerde namen onder de Nederlandse historici op het punt van de synthetische werken, op het punt van de leuke boeken voor de geïnteresseerde leek, het er totaal bij laten zitten. Maar zou je kunnen zeggen, is de historicus wel voor die, is die er wel voor die geïnteresseerde leek, of vindt u dat hij er voor zijn vakgenoten is? Waar is die voor? Ja, dat is, laten we zeggen, heeft die maatschappelijke relevantie? Hij zou het moeten hebben. Hij zou het moeten hebben. Ik bedoel dat u bijvoorbeeld, u verschijnt wel voor de televisie, u verschijnt wel voor de radio. Vindt u, ja, ik vind wel dat het taak is van de contemporaine historicus, vind ik echt. Vindt u dat ook? Ja, dat vind ik natuurlijk ook. Ja, daar zit natuurlijk ook een element van ego-tripperij in. Nee, maar ik vind dat moet gebeuren, ja. Maar wordt daar in uw vak op neergekeken? Ja, dan zijn, nou laten we zeggen, er zijn groepen die daarop neerkijken, ja, die dat als een weinig serieuze zaak zien. Die de pers ook als iets onnuttigs beschouwen. Ja, dat zit ook weer vol met ambivalentie natuurlijk. Ik denk dat ze het allemaal dol vinden om een leuk stuk in NRC Handelsblad te schrijven, toch? Eerlijk gezegd. Ja, want dat is wat de mensen lezen. Als je een stuk in de Tijdse voor Geschiedenis schrijft, dan kun je het in een black hole gooien. Ja. Want dat leest helemaal geen mens. Bij NRC Handelsblad moet je het ook weer niet overschatten, want die supplementen gaan natuurlijk ook voornamelijk naar de vishandel. Als maar verpakkingsmateriaal. Toch. Maar dat is de kans dat je door een wat grotere groep van mensen gelezen wordt, die is wat groter, ja. Maar ik vind inderdaad dat er te weinig in algemene zin synthetiserende vorm geschreven wordt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Engeland of de Verenigde Staten, daar wordt veel meer aan gedaan. U bent gaan specialiseren op Amerika. Waar is dat op uitgelopen? Bent u nou Americanist? Of een vak dat overigens waarschijnlijk alleen in Nederland bestaat? En ik ken er nou eigenlijk al twee, drie. Nee, je hebt ook in het buitenland heb je massa's, ja? Zogenaamde Amerikanisten. Ja, het is niks anders dan Europese historici die zich voornamelijk bezighouden met de geschiedenis van de Verenigde Staten. Ik zou mezelf, en kijk naar wat ik geschreven heb, dat gaat voornamelijk over de Verenigde Staten. In die zin ben ik Amerikanist, maar ben helemaal niet van plan de rest van mijn leven alleen maar over de Verenigde Staten te schrijven. U heeft kennelijk in de Verenigde Staten wel een model gezien voor iets. Nee hoor, dat is voor een belangrijk gedeelte is dat een toevalstreffer geweest. Daar geloof ik niet in. Dat kan ik me niet voorstellen dat je zo lang. Zeker, het leven en de geschiedenis wordt door het toeval geregeerd. Hè? Als ik die jongen niet tegen was gekomen aan het eind van mijn studie, dan had ik dat hele werkcollege niet gevolgd. En ja, ben je er eenmaal mee bezig, dan komt van het een komt het ander. Toen Oost-Europa zo omsloeg, dacht u toen niet, was ik nou maar Ruslandoloog geweest geworden? Nee, heb ik geen moment gedacht. Nee. Daar heb ik geen moment gedacht. Als je Amerikanist wordt, word je dan ook niet automatisch bijna Oost-Europa specialist? Of een spiegelbeeld daarvan? Nee, nee. Amerika is ook naar mijn idee interessant. Omdat het in allerlei opzichten de eerste massaconsumptiecultuur was. Allerlei fenomenen zich daar als eerste hebben voorgedaan. En het is interessant steeds in een comparatief perspectief, in het vergelijk met Europa. Amerikanen zelf hebben er een handje van om zichzelf als uniek, buitengewoon en van onze lieve heer zelf gezonde te beschouwen. En het is interessant om over dat aspect te schrijven, om te laten zien dat dat helemaal niet zo is en dat zich in de Amerikaanse samenleving grote trekken dezelfde problemen voordoen als in andere hoogontwikkelde industriële samenlevingen. Alleen vaak iets eerder. In sommige opzichten iets eerder, ja, omdat natuurlijk Amerika alleen in het interbellum een massaconsumptiecultuur geworden is, waar je al die klassieke verschijnselen van die cultuur ook al in de jaren 20 ziet. Het story- en privéfenomeen, de minderheden, de vermageringscultuur, de sport die langzamerhand in het epicentrum van de cultuur terechtkomt. Al dat soort van dingen zie je in Amerika eigenlijk al voor de Tweede Wereldoorlog. Als onze cultuur nog door die traditionele Thomas Mann lezende en naar Beethoven luisterende elites beheerst wordt. Bij ons is dat patroon in feite pas
nou ja, zeg maar na 1960 op grote schaal doorgebroken. Met de bekende, passende, begeleidende jammerklachten van de traditionele elites die het gevoel hebben dat ze hun greep op de cultuur verliezen. Wat helemaal niet zo is. De cultuur is gewoon een heel complex en sterk gelaagd fenomeen. Je hebt allerlei verschillende culturen, als het ware. En alleen sommige... Maar doordat er een soort Amerika is, dat is natuurlijk historisch interessant. Doordat wij in deze tijd of in deze eeuw een Amerika hebben, kunnen we ook zo mooi zien hoe het hier zich zal gaan ontwikkelen. Ja, daar moet je ook weer mee oppassen om te denken dat alles wat zich daar voordoet... Nou, in ieder geval de cosmetiek van het dagelijks bestaan wel. Daar zit een heel ingewikkeld probleem achter. Namelijk de zin, het probleem waarin de verschillende naties van elkaar, waarin zijn ze hetzelfde. En ze zijn, iedere natie heeft een unieke eigen geschiedenis. En dat heeft invloed op de cultuur van die bepaalde natie. En tegelijkertijd is het zo klaar als een klontje voor elke waarnemer. Dat een hele reeks van fenomenen behoren bij de moderne, hooggeïndustrialiseerde samenleving. Waar je ook in de wereld, in de ontwikkelde, rijke wereld, een supermarkt binnenloopt, die dingen zien er allemaal hetzelfde uit. Er worden allemaal dezelfde producten gekocht. Dat doen we met cosmetiek. Globaal ongeveer voor dezelfde prijs. En we rijden allemaal dezelfde autootjes. En zo kun je nog een aantal dingen. En tegelijkertijd zijn er heel opmerkelijke verschillen tussen die naties. Maar denkt u niet dat juist in dit werelddeel langzamerhand à la Amerika zou worden opgelost, letterlijk opgelost, door een aanstormend Europa? Nou, wij worden toch ook ja, een soort Amerika dan? Nee, nee. Gelooft u dat nee, niet? Nee, daar ben ik. Dat dat ik wil men toch? Met ja, men kan Europa. Dat kan. Wisse Dekker wil dat. En een paar van die Franse technocraten die in Brussel aan de touwtjes trekken. Maar dat is een illusie. Dat is een volstrekte illusie. Amerika is één cultuur. Geworden? Nou ja, er is altijd één taal gesproken. Ja, als die immigranten binnenkomen, pa en ma, die spreken natuurlijk nog de taal van herkomst. En die kinderen bevinden zich in een ongelukkige tussenfase. En die kleinkinderen, die zijn geïntegreerd in de Amerikaanse cultuur. Maar heel Amerika deelt een cultuur. Dat kun je van Europa niet zeggen. Dat zijn allemaal onderscheiden culturen. Dat geweldige aanstormende Europa natuurlijk, dat is voorlopig niks anders dan een samenwerkingsverband van soevereine naties. Waar zich de simpelste dingen nog niet laten regelen. Hè. We hebben dat getetter over het Verenigd Europa sinds 1958 en iedereen weet dat hij bij elke grensovergang ziet die nog honderden vrachtauto's staan die daar de hele dag bezig zijn met het invullen van onnutte papieren. En zo kun je tal van andere voorbeelden geven. Op geen enkel wezenlijk punt hebben die soevereine Europese naties iets van hun soevereiniteit overgedragen aan een supranationaal Europa. En ik zie dat voorlopig ook, ondanks al die kletspraat in de krant, zie ik dat ook helemaal niet gebeuren. Maar hoe... Ja, dit is... We hebben het eigenlijk over vooruitgang, hè? Het laatste kwartier... Wat je vooruitgang noemt, hè? Ja, inderdaad. Maar ik moest denken aan de term vooruitgang. Amerika dat zich ontwikkelt, een Europa dat zich... spiegelend aan het Amerika ook natuurlijk in zekere richting heeft ontwikkeld die op Amerika lijkt. Dan zie je tegelijkertijd een Europa dat geen Europa zal worden volgens u, niet één. Nee, het is niet voorlopig een politieke eenheid Europa ontstaan waarbij wij ons Europeaan voelen, want dat is de essentie van de zaak. Een Amerikaan voelt zich Amerikaan, is betrokken bij de Amerikaanse natie. Jij voelt je gewoon Nederlander en niet Fransman of Spanjaard en ook helemaal geen Europeaan. Is er... Sterker nog, de verschillen in Europa zijn in allerlei opzichten groter dan de verschillen tussen, laten we zeggen, Noordwest-Europa en de Verenigde Staten. Maar het gaat allemaal, cirkelt het om de vraag van, is er zoiets mogelijk als vooruitgang? Mensen willen vooruit, mensen willen beter worden, willen naar een toekomst vooruitgang, die... Vooruitgang, maar dat is toch een hele, hele betrekkelijke zaak. Zijn wij vooruit gegaan ten opzichte van de jaren 50, toen ons bruto nationaal product misschien een kwart was van wat het nu is, of misschien nog wel minder, ik ken die precieze cijfers niet. Dan zou ik zeggen, op sommige punten krijg je ineens een verschrikkelijke kwaal en moet je onder het mes in het AMC, dan is de kans dat ze nu iets gewiekster opereren dan halverwege de jaren 50, die is groot. Op dat punt is een evidente technische vooruitgang die zichtbaar en voelbaar is. Maar, net als bij de tandarts. Maar intellectueel? Dat kun je überhaupt niet spreken van vooruitgang.
Socrates kon even goed, of misschien wel een stukje beter nadenken dan de denkers van deze tijd die dit gesprek zitten te voeren. Daar is geen specifieke vooruitgang, nee. Dat is zo klaar als een klontje. En op uw eigen vakgebied zie je ook niet echt? Nee. Omdat je natuurlijk in het verleden een aantal geschiedschrijvers kunt opnoemen, niet waar, waarvan je zegt van nou, dat zou mooi zijn. Thucydides, je kunt in de klassieke oudheid beginnen en zo wat doormarcheren. Op sommige terreinen zijn we misschien iets minder naïef geworden, aan bepaalde dingen besteden we wat meer aandacht. Maar omdat we zeggen, dat verbetert nog van jaar tot jaar, nee. Omdat natuurlijk ook het talent om geschiedenis te schrijven zo specifiek gekoppeld is. En dan zeker als je het hebt over het verhalende, evocerende aspect van die geschiedschrijving aan de persoon die het maakt. Nee, dat is een individueel talent. En dan kun je in groepen gaan opereren en een team bedrijven. Maar dat betreft, altijd een individueel talent. Ja, hij hangt tussen ambachtsman en kunstenaar in om... Ja, zo zou je dat eventueel kunnen zeggen. Er zit natuurlijk een mate van artisticiteit ook in het aanpakken van de geschiedenis. Bij sommigen zonder enige twijfel, ja. En die houdt toch? Nou, je hebt ook geschiedschrijvers waar voor zover ik dat kan zien elke vorm van artisticiteit ontbreekt. Maar willen we die dan kennen? Willen we die kennen? Die doen soms veel nuttig werk. Hè. Die kunnen allerlei zaken aandragen waar vervolgens degene die het talent heeft om er iets van te bakken, hè, om er een mooi verhaal van te maken, zijn voordeel mee kan doen. Maar dat talent om natuurlijk, het talent om te schrijven. Ja, zoveel is mij duidelijk geworden bij de begeleiding van grote hoeveelheden studenten. De overgrote meerderheid van de mensheid heeft geen enkel talent, maar dan ook 0,0 om iets te schrijven. Op zijn allerbest kun je na jarenlang gedoe en oefeningetjes en zogenaamde pepertjes, kun je ze leren schriftelijk rapporteren, zoals dat zo fraai heet, hè. Een probleemstelling in de inleiding en die wordt dan besproken, dan is er een conclusie. Maar schrijven is iets totaal anders. En je ziet ook volk wat ja, die jongens die, of meisjes die komen op hun 18e aan, die kunnen dat. Hè? Die kunnen wel wat leren, je kunt ze nog wel wegwijs maken, maar schrijven, dat is kunnen dus, ze al. Maar dat is essentieel dus voor de geschiedkunde, voor schrijven. Voor een bepaalde geschiedschrijving is dat essentieel, ja. En dat is misschien wel het hart van de geschiedenis. Want, wat mij betreft wel, maar ja, er zijn mensen die er anders over denken. Die dat ontkennen, of althans in twijfel trekken. Maar bijvoorbeeld, je zou kunnen zeggen, is de geschiedschrijving onderhevig aan vooruitgang? Je zou kunnen zeggen bijvoorbeeld dat de economische geschiedenis een veel grotere rol is gaan spelen. Bijvoorbeeld, hè, maar is dat een vooruitgang? Dat kan op sommige punten natuurlijk een vooruitgang zijn. Je kunt, maar is het essentieel? Het kan zelfs essentieel maar zijn. Maar iemand als Thucydides of Tacitus, die had geen benul van economische geschiedenis. Nee, dat doet op zichzelf aan de kwaliteit van precies de geschiedschrijving wat mij betreft niets af. Niets af. Hè? Maar stel je voor, je schrijft een leuke essay over de jaren 50. Dan is het natuurlijk alleraardigst om daar iets op te nemen over de opkomst van de bromfiets. Hè? En nou, dan moet je wat economische bronnen raadplegen. Hoeveel van die dingen waren er? Ja, dat kan heel nuttig en aardig zijn. Hè? Of de doorzondwoning of dat soort van dingen. Laat ik een praktisch voorbeeld geven. De VPRO heeft een aantal prachtige documentaires gemaakt over Nederland na de oorlog. Die allemaal even aardig waren, maar waarbij je toch ook de neiging had, ja, dat gaat over het spuien en Robert Jasper Grootveld en Ugge. En omdat mijn fiets er stond en zo kun je altijd die dingen verzinnen. Daar blijft natuurlijk een heel groot stuk van Nederland blijft daar onder water zitten. De gewone mensen. De modale Nederlander, hè, ja, die in zijn doorzondwoning terechtkwam in de jaren 60, die een Opel Kadetje kocht in de jaren 60, die een televisie aanschafte in de jaren 60, hè, voor wie het leven in heel ingrijpende zin als gevolg van die cumulerende welvaart veranderde. En daarover kun je in principe even leuke dingen doen als over het spui en ugge. Dat wordt niet veel gedaan, la vie quotidienne. Nee, en dat blijft vaak steken in het opsommen van de cijferreeks naar het statistisch zakboekje. Maar daar zou je natuurlijk op zichzelf ook heel aardig en evocatief over kunnen schrijven. Als u aan uw eigen leven denkt tot nu toe, denkt u dan veel aan dit soort details?
Nou, ik heb wel eens gedacht, wat doet nou de geschiedenis, wat richt de geschiedenis in je eigen leven aan? Ik bedoel, in hoeverre ben je nu bij de wereldgeschiedenis betrokken? En zou het mogelijk zijn om een soort van autobiografie te schrijven waarin je laat zien hoe je eigen leven betrokken of niet betrokken is bij de loop van de wereldgeschiedenis? En dat zou je dan heel langzaam moeten opbouwen. He, want als kind ben je totaal niet betrokken bij de wereldgeschiedenis, maar bij het huis waarin je woont. En ja, stel voor dat je natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog kind was en je hebt de bommen naar beneden zien komen, of je hebt in de schuilkelder gezeten, of je bent op de vlucht geweest, of weet ik het wat, dan kun je meteen al beginnen. Maar in mijn geval in ieder geval was het zo dat die oorlogherinnering me dus niks van. En mijn eerste herinnering aan de wereldgeschiedenis is het woord Panmunjom. Pardon? Panmunjom, dat had voor mij een magische betekenis. Ik wist niet wat het was, maar ik hoorde het voortdurend. In Panmunjom werd onderhandeld tijdens aan het eind van de Koreaanse oorlog. En ik dacht, wat is dat toch, Panmunjom? Wat zou dat nou toch wezen? Dat is als het ware het eerste schakelpunt waar ik aan de geschiedenis geschakeld ben. En voor mij is het volgende magische punt. Ik zie nog mijn vader binnenkomen. Ik sliep samen met mijn zusje op één kamer. Mijn vader kwam binnen en die riep: de Russen zijn Hongarije binnengevallen, 56. Hij heeft de Groene opgezegd, die volgens hem crypto-communistische praatjes verkocht. Zo'n soort van historiserende autobiografie, dat lijkt mij een aardig experiment, ja. Bedankt.